Vader, deze morgen zijn we hier in uw huis. We zijn gekomen, Vader, om uw woord te horen. Door uw woord geraakt te worden. Vader, om veranderd en vernieuwd te worden. Vader, we danken u waar het uw woord zegt. Uw volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Maar deze morgen zullen we de kennis krijgen die we nodig hebben om overwinningen te boeken, succes te boeken, veranderingen door te voeren in ons leven. Vader, dank u wel voor deze dag. In Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. Nou, je hebt het al gehoord, we beginnen een nieuwe serie vandaag. En die serie die gaat over 5 zondagen zijn. En die gaat over krachtige gewoontes. Gewoontes die kracht toevoegen in je leven. En vanmorgen wil ik beginnen met dankbaarheid is een staat van kracht. Je kunt in een staat van zwakte zijn en je kunt in een staat van kracht zijn. En dankbaarheid is een staat van kracht. We zitten in een jaar, en Maarten haalde profetische woorden al even aan, dat wij ervaren dat we in een jaar van increase zitten. En tijdens bidden en vasten kwam dat duidelijk dat een jaar van increase is ook een jaar van shiften. En we hebben gezien dat het shiften betekent, ja, het is geweldig als je verlost bent uit Egypte. Ja, het is geweldig wanneer je leeft in de woestijn en er is een wolkolom en een vuurkolom en de kippen regenen naar beneden en de broodjes ook. Het is geweldig, maar van de woestijn naar het beloofde land is nog steeds een increase. En waar God voor ons werkt in de woestijn, gaat God door ons werken in het beloofde land. Met andere woorden, dat vraagt een shift in ons denken en een shift in hoe we dingen doen als we willen dat God niet voor ons werkt, maar dat God door ons heen begint te werken. Ik heb jullie de afgelopen tijd al een paar keer even aangetipt dat ik de afgelopen 1,5 jaar, en daar ben ik gelukkig volledig van hersteld, enorm geworsteld heb met draaiduizelingen. Dat ik uren op de grond lag en dat ik niet in staat was om mijn benen te staan, om te lopen. En dan kan je zeggen, die omstandigheden, als doktoren dan zeggen er is weinig aan te doen, lever maar mee, dat kan behoorlijk intimiderend zijn. En ik heb jullie verteld over een van de meest intimiderende momenten. Dat ik moest spreken in Manila. En dat ik 4 minuten voor de dienst op de grond lag. En daar 4 uur heb liggen, nou ja, draaien, om maar even zo te zeggen. Maar van de week was ik dit aan het voorbereiden. Dan moest ik aan een ander moment denken. En in dat proces. En dat was een moment dat ik aanvallen had. Tot midden in de nacht wekker werd. Omdat ik gewoon wakker werd, omdat de wereld om me heen draaide. Dat voelde zo. Het hele, ik lag in mijn bed en alles draaide om me heen. En inmiddels had de dokter me wat pillen gegeven. Ik dacht, nou ja, laten we die pillen dan eens proberen. Maar die pillen, die werkten niet op mijn draaiduizelingen, maar wel op mijn darmen. En het enige wat je dan kan doen, is dacht, ik moet opstaan, ik moet naar de wc, ik moet rennen. Maar ik kon niet meer lopen, want de wereld draaide. En dan komt alles eruit. En van boven en van onderen. Terwijl je daar op de slaapkamer naast het bed ligt. Je kunt voorstellen wat dat met mij doet. Je kunt voorstellen wat dat met Jelone doet. Er was iets. En wanneer gaat dit veranderen? En godzijdank weten we, het is veranderd. Maar het was wel een situatie waarmee ik te dealen had. En dat was absoluut een van mijn diepste momenten in de afgelopen 1,5 jaar. En ik geloof. Degene die mij langer kennen, die weet dat Psalm 23 is mijn lijfpsalm. De Heer is mijn herder. En we weten, als je de psalm van de herder kent, wat er ook gebeurt in je leven. Of je nou door diepe dalen gaat, of over hoge bergen heen gaat. Of je nou vijanden tegen je over hebt. Het maakt niet uit. 1 ding is zeker, de herder is bij je. Hij verlaat je niet, hij begeeft je niet, hij leidt je. Hij leidt je door de vallei, hij is in de vallei. Maar hij laat je nooit los. Hij is altijd in de situatie. En dat betekent dat je in ieder moment, hoe diep het moment ook is, of hoe hoog het moment ook is, dankbaar kunt zijn. Dankbaar voor wie hij is. Dankbaar wat hij in de situatie doet. En weet je, ik geloof dit. Je kunt uitdagingen in je leven hebben. Maar het doel van God is altijd dat je sterker uit een uitdaging komt. Problemen zijn opstapjes naar een volgend level. De bedoeling is dat je er sterker uitkomt. En dan is het dus belangrijk om te weten, hey, als ik dus grote uitdagingen heb, hoe reageer ik op die situatie? Ja, je kunt reageren als Saul en met de staart tussen je benen in angst samen met alle andere Israëlieten naar de bosjes rennen en je verstoppen voor een Goliath. En je kunt zijn als David, die precies hetzelfde zag als Saul zag. En iedereen had dezelfde kans als David. Het hele volk.
inclusief de koning en al zijn generaal, hadden dezelfde kans als David. Dezelfde moment als David. Dezelfde intimidatie als David. Alleen ze reageerden verschillend en de uitkomst was verschillend. En de vraag is, hoe gaan wij om met uitdagende situaties? Dankbaarheid. Dankbaarheid ten alle tijden, in alle omstandigheden, is de sleutel naar doorbraak. Dankbaarheid in de moeilijkste situaties is namelijk daar waar je met God connect. Daar is waar je met God connect. En er is maar één ingang. Er is maar één ingang in de tegenwoordigheid van God. Er is maar één ingang in de presence van God. En dat kun je door de hele Bijbel heen lezen. Kom in zijn poorten met lof. Kom in zijn poorten met dankbaarheid. Mocht je willen bidden, omkleed het met dankbaarheid. Er is maar één manier om in de tegenwoordigheid van God te komen. Er is maar één manier om in een staat van kracht te komen. Er is maar één manier om in een staat van overwinning te komen. Er is maar één manier om in een staat van doorbraak te komen. En dat is met dankbaarheid. De wetenschap heeft natuurlijk uitgezocht hoe je gelukkig en tevreden kunt zijn. Want tenslotte willen we allemaal gelukkig zijn en tevreden zijn. Dus je kunt voorstellen dat de wetenschap daar onderzoek naar doet. En de wetenschap heeft vastgesteld dat geluk en tevredenheid niet in geld zit. Niet in bezittingen zit. En niet in de omstandigheden zit. Geluk en tevredenheid zit niet in geld en zit niet in de omstandigheden. Ja, wij denken dat wel, als het allemaal heel erg goed gaat, dan, nou, ik ben nou wel heel erg dankbaar. En natuurlijk is het goed dat je dankbaar bent. Maar produceren de omstandigheden jouw dankbaarheid? Want als de omstandigheden jouw dankbaarheid produceren, dan is jouw dankbaarheid afhankelijk van de omstandigheden. Hallo? Als omstandigheden jouw dankbaarheid produceren, is jouw dankbaarheid afhankelijk van de omstandigheden. En als dankbaarheid de sleutel is naar Gods presence en Gods power, dan is de afwezigheid van dankbaarheid, ben je overgeleverd aan jezelf en sta je in een volledige staat van zwakte. En niet van kracht. Dankbaarheid is een staat van kracht. Weet je wat geluk en tevredenheid produceert? Dankbaarheid. Dankbaarheid produceert geluk en tevredenheid. Wij vragen ons af als we in donker Afrika komen, hoe die mensen gelukkig kunnen zijn op een modderige vloer met 3 kippen en die ene kip voor jou nog willen slachten. Hoe kunnen mensen gelukkig zijn in deze omstandigheden? Heeft alles te maken met dankbaarheid. Je kunt gelukkig en tevreden zijn in iedere omstandigheid waar je mee te maken hebt. En die dankbaarheid is de kracht die je nodig hebt. Nu hebben we de afgelopen series hebben we heel hard gewerkt aan gewoontes en aan healthy. Ik geloof niet dat het taarteten erg healthy was. Ik had medelijden met die mensen hier in Barneveld op het podium. Die kregen hier een complete taart. Ik kan me voorstellen dat je wat minder healthy voelt nu. Anyway, in deze serie hebben we het gehad over gewoontes. En we hebben gezien, als het over gewoontes komt en als het over ons leven komt, dat maar 5% van wat wij doen en hoe wij bewegen, voorkomt hier uit ons hoofd. En dat 95% van alles wat er gebeurt in ons lichaam en in onze omgeving gebeurt vanuit het onbewuste, het onderbewuste, het bovenbewuste, het onderbewuste. 95%. Met andere woorden, je hart, je onderbewuste, stuurt je 24 uur, 7 dagen in de week in de richting van wat er in je onderbewuste zit. En hebben we ook nog behandeld in de serie die ook over het huwelijk ging, van hoe sticht je vrede in huis. Dat als we 7 jaar oud zijn, dat de camera's en de gehoorapparaten van de kinderen ervoor gezorgd hebben dat mensen op leeftijd van 7 jaar volledig een geprogrammeerd onderbewuste hebben. Wat eigenlijk bepaalt welke kant bewegen ze op en hoe ziet hun leven eruit. Dat weten we uit de Bijbel. We gaan al die Bijbelteksten niet citeren, maar dat is allemaal in die serie voorbij gekomen. Ik probeer even een fundamentje te bouwen waarop we gaan bouwen. Dat als je het woord in je hart stopt, zegt de Bijbel, in je onderbewuste, is het genezing voor je hele lichaam. Als dat waar is, is het ook waar, als je een verkeerd woord in je hart stopt, dat het de ziekte kan produceren. Zegt de Bijbel ook nog dat een blij hart bevordert de genezing. Hoe word je blij als je ziek bent? Dankbaar zijn, te midden van je ziekte, dat hij daar is. Want een blij hart, zie je, moet blijdschap zien aan te boren als je ziek bent. Want een blij hart bevordert de genezing, zegt de Bijbel.
Dus als het waar is dat ons hart, ons onderbewuste, dat het allemaal als het ware geprogrammeerd is. Dat het runt als een computer. Terwijl als jij slaapt, zorgt die voor je ademhaling, voor allerlei andere dingen. Dat betekent dat je onbewust 24 keer 7 afstevend op gezondheid of ziekte. Dat je onbewust 24 keer 7 afstevend op succes of falen. Dat je onbewust 24 keer 7 afstevend op overwinning of verliezen. Dat je onbewust 24 keer 7 afstevend op scheiding of een gezond huwelijk. Dat je onbewust 24 keer 7 afstevend op een gezond gezin of op een gebroken gezin. Zie je, ons hart, ons onderbewuste, dat is namelijk onze echte jij. Dat is wie je echt bent. Een mens is zoals hij in zijn hart denkt. Niet hier, hier. In je hart zit dus je echte geloof. Als wij dus willen veranderen en de omstandigheden willen veranderen, zeggen we altijd, bekering begint bij jezelf. Probeer niet je omgeving te veranderen, probeer jezelf te veranderen. Verandering begint bij jezelf. In goed christelijk Nederlands betekent dat bekering. Bekering betekent gewoon heel simpel op andere gedachten komen. Niet alleen hier, maar ook hier. Want bekering vindt plaats in je hart. En niet in je hoofd. Het is een hartzaak, het zit in je hart. En nu hebben we in al die series, ook op de afgelopen jaren, als je wat langer komt en heb je een goed fundament in je leven zitten, hebben we je geleerd om van binnenuit te leven. En we hebben de hand altijd gebruikt. En je begint vanuit je geest en je ziel. En we hebben gezegd, een paar weken terug, dit is je gezondheid, dit zijn je ringvingers, je relaties, je bezittingen, is voor je balans. Als je deze twee van me afpakt, hou in ieder geval deze twee, want deze twee wil altijd voor zorgen, als je van binnenuit komt, dat deze weer hersteld worden. Nu heb ik de vraag, dan draaien we hem om, hoe kom je nou van buiten naar binnen? We weten dat we van binnenuit de verandering moeten bewerkstelligen. Maar hoe komen we nou van buiten naar binnen? Hoe komen we nou op de plek dat we van buitenaf, waar we staan in ons dagelijks leven, in staat zijn om ons hart van binnen te veranderen? Echt te veranderen. Want als dat 24 keer 7 ons een bepaalde kant op stuurt, hebben we er allemaal belang bij dat het hart verdraaid gezond is. Door als je gaat googlen op Health, je hebt toen gezegd, dat wordt de serie gezond. Het eerste wat je tegenkomt is een hartstichting. Vanmorgen weer bezoek bij de Hartstichting. Je hebt het over je hart. Maar van binnen naar buiten. Draai hem om. Dankbaarheid brengt alles in, je dankbaarheid brengt alles in balans. Van dankbaarheid gaan we naar bewogen met andere mensen. Denk maar aan je gebed. Je begint te danken. Dan bid je voor anderen. En je dingen die verder uitsteekt zijn bidden in geloof. Die voor doorbraken zorgt, die je verder brengen. De vinger die verst uitsteekt, bidden in geloof. Je wijsvinger is de richting die je opgaat. Samen met God praten over de purpose en de visie van je leven. En dan hier van binnen in je geest. Bidden in de geest. Synchroniseren van jouw geest met Gods geest. Waar die alle geheimenissen van de Koninkrijk der Hemelen binnen in je geest kan stoppen. Zodat je inspiratie en openbaring hebt direct vanuit de hemel. Jullie zijn het over eens, als we de Bijbel lezen, dat wij de tempel van God zijn. Toch? We zijn de tempel van God. Oké, laten we daar eens even induiken. Want als de tempel van God, die is gebouwd in mate van 5. Ook in het Oude Testament. Alles is gebouwd in mate van 5. Het is heel duidelijk, want 5 is het getal van de genade. Nou, we hebben toevallig 5 vingers, we hebben toevallig 5 tenen. Maar de hele tempel bestaat uit 5. Dus laten we daar eens even inkijken hoe we dat het beste kunnen doen. Mag ik hier een klein beetje aan draaien? Ja. Ik pak even lekker die gele stift. Ja, dit is hogere kunst. Maar weet je, laten we beginnen met ons hoofd. Ja? In ons hoofd zit onze mind. En in ons hoofd zitten ogen. En er zit een neus in, zit een mond in, zit de oren aan. En dat zijn onze 5 zintuigen. En dat is ons denken. En we weten dat we ons denken hier moeten vernieuwen met het woord van God. Dat is de enige manier om access te krijgen en te zorgen dat je mind in relatie komt met Gods koninkrijk. Dus je mind ga je vernieuwen door het woord van God. Nou, nu is het natuurlijk geweldig. Nu hebben we allemaal een fantastisch groot hart. Ja? En we hebben hier dus 5 zintuigen. En dat hart, dat weten we. We weten dat alles wat we horen, we hebben een verkeer, dat gaat in ons hart.
Want alles wat we overdenken en alles wat we zeggen en wat we horen, dat gaat in ons hart, zegt de Bijbel. En tegelijkertijd weten we dat onze mond, die spreekt uit de overvloed van het hart. Nou, nu is de vraag, wat voor kenmerken zitten er allemaal in dat hart? Wat zit er in dat hart? Wat zijn de 5 elementen die in het hart zitten? Nou, misschien moeten we nog even doorgaan. Dat ga ik zo bij jullie doen. Maar het hart, laten we maar een cirkeltje omheen tekenen. Dat, voor het gemak, dit is onze spirit. En die spirit, we gaan zo kijken hoe we het hart kunnen veranderen. Daar gaat deze preek over als een basis. Maar de spirit, dat is onze geest. Onze geest is levend of onze geest is dood. Onze geest kan op 1 manier veranderen. Dat is op basis van uitnodiging. God, kom in mijn leven. Ik wil mijn geest verbonden met uw geest. En onze geest wordt in 1 moment vernieuwd en levend gemaakt. En de Bijbel zegt dat onze geest die kan zien. Onze geest die kan horen. Onze geest die kan proeven. Met andere woorden, onze geest heeft net als ons hoofd 5 zintuigen. Zo heeft ons hart ook 5 kenmerken. Nou, vervolgens weten we natuurlijk dat we armen hebben. En die hebben allebei 1, 2, 3, 4, 5 vingers. 1, 2, 3, 4, 5. En zoals we 2 ogen hebben, hebben we ook 2 armen. Ja, jullie vinden het heel mooi. Maar het is gewoon... Oh, het zijn vingers, sorry. 5 vingers. Het is in mijn enthousiasme. Net zoals 2 ogen hebben we dus 2 handen. En vervolgens wat we ook hebben, is dit. We hebben benen. 5. Zo. Dit is wie wij zijn. Maar tel eventjes. Tel even. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is de tempel van God. En die tempel van God zegt, als we daar een cirkel omheen tekenen. In hem leven wij en bewegen wij. En ademen wij. Met andere woorden, we zijn waar we ook heen gaan. We zijn altijd in de presence of God. De enige vraag is, zijn we verbonden met de presence van God? Want God die wil in onze wereld werken met zijn kracht. Dat is wat hij wil. En wat is wat wij ook willen. Dat hij toegang tot ons heeft. Dat begint om je geest open te stellen, zodat je openbaring krijgt. Woorden van inzicht, woorden van wijsheid, woorden van kennis, profetie. Hoe krijg je die? Geheimenissen, begrip van Gods woord op een bovennatuurlijke wijze. Hoe krijg je die? Die krijg je door inspiratie. Die krijg je door de Heilige Geest. Oké, maar laten we het nou eens even hebben over ons hart. Want als dit verandert door het woord... Als dit verandert door het woord, als onze spirit verandert door de uitnodiging, dan is de vraag, hoe verandert ons hart? Hoe krijg je nou je hart veranderd? Want je kunt je dijkje vernieuwen, maar als je hart niet verandert, je kunt denken van ja, ik wil van mijn verslaving af, dat heb ik besloten. Maar vervolgens worstel je nog met je verslaving, omdat er allerlei dingen in je hart geprogrammeerd zitten. In je hart zitten 5 dingen. Ik weet niet meer wat ik moet schrijven trouwens, maar laat ik je die 5 dingen gewoon voorlezen. En schrijf maar mee. In je hart zit je gevoel. In je hart zit je geheugen. Want je hart herinnert zich alle traumatische ervaringen. Bewust of onbewust. Het is allemaal opgeslagen in je hart. En je successen. In je hart zitten je gewoontes. Die geprogrammeerd zijn. Die je herhaaldelijk gedaan hebt. En steeds doet. In je hart zit geloof. En in je hart zitten gedachtes. Gedachtes in de vorm van een woord wat erin gestopt kan worden. Een zaad wat erin gestopt kan worden. Het is als een akker. Het is als een motief. En de enige manier... Dit kun je veranderen door het woord te lezen. Maar de enige manier om je hart te veranderen... is door middel van meditatie. Meditatie. Zelfs de wetenschap is erover eens... dat als je mediteert... dat er blijvende veranderingen teweeg brengt hier in je bovenkamer. Maar wij mediteren niet alleen. We hebben ook connectie met Gods geest, daar. Met zijn spirit. En mediteren is niks anders dan bidden en bedenken. Bidden en bedenken. God verhoort onze gebeden boven bidden en bedenken. Bedenken is voorstellen.
voorstellen op een dusdanige manier dat je het kunt zien, kunt voelen, kunt ervaren hoe het eruit gaat zien. Dat is bedenken. Dat betekent, als je het nog niet hebt, maar je kunt het wel bedenken, dan ga je bidden vanuit dankbaarheid. Als je ziek bent en je kunt bedenken en voelen en zien hoe het er gaat uitzien als je gezond bent, dan kun je gaan bidden vanuit dankbaarheid. Want dan heb je het al. Je ziet het al in het onzichtbare. Je bidt vanuit hebben. Daarom heeft Jezus zo'n magische spreuk. Degene die niet heeft, dat wat hij heeft, zal ook van hem afgenomen worden. En degene die wel heeft, die zal meer gegeven worden. Dat heeft te maken met bidden en bedenken. Ja. Wij bidden wel, maar we bedenken niet. Je begint met bedenken. En als je bedenkt, dan begin je met bidden. Want dan weet je waarvoor je bidt. En dan begin je met dankzegging. En dan weet je ook precies waar je gebeden op gericht moeten zijn. En dat het scherpe pijlen en statements van geloof kunnen zijn die mensen gaan veranderen. En nu kun je je voorstellen, als dit geheel, inclusief handen die je kunt laten wapperen, en voeten die stappen kunnen zetten, wij maken plannen, wij weten waar we heen willen, God bepaalt onze stappen, zegt de Bijbel. Nu kun je dus voorstellen, als handen, hoofd en hart en voeten niet met elkaar in eenheid zijn, dan hebben we een gedesintegreerde tempel. Als jouw mind en jouw hart disconnected zijn. En misschien als je mind en je hart op orde hebt. Maar het resulteert niet in dingen die je wel of die je niet doet. Of waar je niet heen gaat. Dan is de tempel gedisintegreerd. Het werkt niet samen als één geheel. Een tempel is bedoeld om als één geheel samen te werken. Een tempel die als één geheel functioneert. Die functioneert in de status van kracht. Die kan doen wat God het voor bedoeld heeft. Dat is een plaats waar je kan komen om de tegenwoordigheid van God te ontmoeten. Met andere woorden, als de tempel geïntegreerd is en je hoofd en je hart en je handen en je voeten, die werken allemaal samen richting dezelfde richting en hetzelfde doel en dezelfde visie, dan ben je geïntegreerd en dan ben je in de sweet spot of power. Sweet spot van kracht. En als je ergens disconnected bent, dan zul je misschien best ergens komen, maar het is geen integratie van kracht en van autoriteit. Laten we dit nou eens toepassen op de shift van het woestijn naar het beloofde land. Waar Jozua het leiderschap neemt. En laten we nou eens kijken wie Jozua is en welke instructies God aan Jozua geeft. En wat wij daar deze morgen uithalen als het gaat over ons hart. Degene die de gebedssamenkomst hebben meegemaakt vorige week zondag op de avond, die hebben een klein beetje meegekregen hoe dingen werken. Dit is een ander perspectief. Maar dat gaan we de komende weken uitwerken. Jozua 1 vers 3. Kijk, elke plaats die uw voedsel zal betreden, die zal ik u geven. Als de tempel dus niet beweegt, ga je nergens heen. God heeft een richting gegeven. Jozua weet waar hij heen moet. Hij weet wat God erover gezegd heeft. Als je niet beweegt, ga je nergens heen, krijg je niks. Dus waar jij je voet zet. Dus je voet is een belangrijk onderdeel van de tempel. Die heb ik u gegeven. Dan gaan we naar een state of power. Een staat van kracht. Jozua 1 vers 5. Niemand zal tegenover u stand houden. Je komt Psalm 23 terug. Al de dagen van uw leven. De dagen die je diepste zwarte dagen zijn. En de dagen waar je op de toppen van de bergen staat. De dagen waar je zingend door het leven gaat. En de dagen waar je druk voelt. Maar niemand zal jou tegenover je stand houden. Al de dagen van uw leven. Want zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten. En ik zal u niet loslaten en niet verlaten. God zegt, ik laat je nooit los. En ik laat je nooit alleen. En dat zegt hij niet alleen tegen Jozua. Dat zegt hij tegen ieder van ons. Waar je ook staat.
wat ook je omstandigheden zijn, waar je ook doorheen gaat, ik zal je nooit loslaten. Ik zal je nooit alleen laten. Ik zal altijd met je in die omstandigheden zijn, alle dagen van de leven. De dag dat je geboren bent en de dag dat je je laatste adem uitblaast hier op aarde, hij is bij je. En je gaat van een lichamelijke zijn in zijn presence naar een oneindige zijn in zijn presence op de dag dat je overlijdt. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Dan vers 8. En vers 8 zegt dit boek met deze wet. Ik wil je één ding dat je begint te begrijpen. Het boek en de wet. Los van dat we vrij zijn van de wet en dat we leven onder de genade. De wet gaat maar over één ding. Het gaat niet over jou. De wet gaat over hoe je er bent voor anderen. Hoe je er bent voor je naasten. Hoe je met andere mensen omgaat. En hoe je met God omgaat. Ten diepste maakt de wet je leeg van jezelf. Het gaat helemaal niet om jou. Je bent hier in het leven om God te dienen en om andere mensen te dienen. Inclusief de man of de vrouw waar je mee getrouwd bent. Dit boek. Kijk, en hier begint God te beschrijven hoe hij hoe het hart van Jozua op orde kan komen. Want Jozua is natuurlijk gewoon een man van vlees en van bloed. Net zoals wij. En er staat hier dit. Dit boek, deze wet mag niet wijken uit uw mond. Overdenk het. Wat staat er precies? En dat moet u dag en nacht overdenken. Wat? Hier. Je mind. Dag en nacht overdenken. Dat is een levensstijl. Het resultaat daarvan is zodat. Zodat. Dus met andere woorden, het woord in je hoofd gaat leiden tot een zodat. Dat u nauwlettend zult handelen. Hier komen je handjes voorbij. Handelen. Dat je nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers, als jouw hoofd, jouw handen en je voeten gesynchroniseerd samenwerken. Als je alles wat je doet, doet voor God en voor andere mensen. En je voeten zet in de richting die God je wil. En je zijn woord dag en nacht overdenkt en uitspreekt, waardoor het in je hart komt. Dan zul je voorspoedig zijn op al je wegen. Dan zul je functioneren in een staat van kracht. Dan zul je overwinnen en dan zul je leven in een staat van overwinning. En je zult verstandig handelen. Maar dan staat er drie keer dit in. En dan gaat drie keer over dit hart hier. Hij zegt dit. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet. Wees niet ontsteld. Hallo. God zegt niet tegen Jozua. Ik ben met je. Al de dagen van je leven. Overal waar je voeten zet. Daar zal je gaan. Maar er zijn momenten. Er zullen momenten zijn. Die zo intimiderend zijn. Die zo overweldigend zijn. Maar dan wil ik dat het diep in je hart zit. Dat je weet, wat ook de situatie is. Ik zal je niet loslaten. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Maar die situaties zullen er zijn. Waarbij de intimidatie zo groot is. Dat je de neiging hebt om verschrikt en ontsteld. Lam gelegd. Totaal over de kop te zijn. God zegt, die situaties die gaan komen. Die gaan komen. Zie, het leven van doorbreken is niet van succes naar succes. Het leven van doorbreken is, ieder probleem is een stap up of een stap naar beneden. Jij kiest hoe je reageert op de uitdagingen die op je pad komen. En dat maakt een groot verschil. Of je op dat moment zegt, Heer, waar bent u? Waarom doet u mij dit aan? Want wij geloven dat we nooit boven vermogen verzocht zullen worden. Dat zal hij nooit toestaan. Zelfs wat een vijand ten kwaad heeft bedoeld, wil hij ten goede keren. Maar het zijn onze keuzes die bepalen of als een Saul zijn die met zijn staart tussen de bosjes rent, met het hele volk achter hem aan, of dat we David zijn die het verschil maken. God had 40 jaar nodig om de spirit van Jozua en Caleb en het hart van Jozua en Caleb te broeden in de nieuwe natie. Die konden opstaan en zeggen, ja, dit kunnen wij doen.
Wat onze voorvaderen niet konden, kunnen wij wel. Wij volgen inspirerende leiders. Wij volgen Jozua. En wij volgen Caleb. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en wees moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u. Overal waar u gaat. Al de dagen van uw leven. In je hoogtepunten en in je dieptepunten. Dus de vraag is niet, waar bent u God? Of waarom God? Maar de vraag is, wat gaan we doen, God? Wat gaan we doen? Wat is... Want er komt niets met toeval op ons pad. Niets. Het komt niet uit de hand van God altijd. Maar God weet exact wat op jouw pad komt. Exact. En hij zegt, wat er ook op je pad komt, wees niet verschrikt. Wees niet ontsteld. Op geen één dag van je leven. Want ik zal je nooit loslaten. En ik zal je altijd bij zijn. En ik zal je helpen. Maar als jij je voet erop zet, dan zul je het hebben. En als je terugschrikt, dan zul je het niet hebben. Maar als je vooruit stapt, dan heb je het. En als je terugstapt, heb je het niet. Wij vinden het zo heerlijk om God verantwoordelijk te maken. En God zegt, jij bent verantwoordelijk voor je leven. Kijk, Jozua heeft in zijn geest openbaring wat God voor hem heeft. Maar hij heeft momenten waar hij alleen is met God in de tabernakel. Zie, als het over de 5 elementen komt in het hart. Jozua heeft nu het geloof in zijn hart door het proces van meditatie wat God hem heeft opgedragen, dat God met hem is al de dagen van zijn leven. Hij weet nu dat als zijn hart verschrikt is en ontsteld is, wat ons allemaal overkomt op zijn tijd. What the heck is dit? Wat overkomt me nu weer? Dat is verschrikt en ontsteld zijn. Maar dan herinner je tegelijkertijd dat hij heeft gezegd, wees niet verschrikt en wees niet ontsteld. Want ik ben met je al de dagen. Zie, dus wat geloof je in je hart? Zie, wat geloof jij over God? Geloof je dat God voor je is of tegen je is? Hij is of voor je of tegen je. Ik geloof dat God dan alle tijden voor is. Dus dat betekent dat wat er ook op mijn pad komt, of wat er ook gebeurt, het komt niet bij hem vandaan. Maar hij is wel voor mij. En hij wil wel dat ik doorbreek. En hij wil wel dat ik overwinning heb. En hij zegt, ik ga je niet loslaten. En ik ga je niet begeven. Ja, en misschien ga je de dood aan. Maar wij geloven toch wij geloven toch dat het alleen maar beter wordt als we doodgaan. Ik bedoel, waar zijn we bang voor? Ja, we vinden het moeilijk om dingen achter te laten. Dat is terecht. En we hebben relaties en die willen we houden. Dat is terecht. Maar tegelijkertijd de wetenschap dat het beste voor ons ligt, zou ons niet zo bang moeten maken. Zie, dus meditatie verandert je hart. Het synchroniseert, mediteren, in de rust zijn, mediteren, het woord horen, het woord spreken, je denken veranderen, in je hart laten zakken, bedenken hoe het eruit kan zien. Dat is het proces hier, wat je hart verandert. Er is maar één manier om je hart te veranderen. Dat is meditatie. Woord, bidden en bedenken. Dus uitdagingen die je pad opkomen. En als we het over dankbaarheid hebben, laat er wel zijn. Je weet niet of je over een uur nog leeft. Je kunt dus dankbaar zijn voor ieder moment dat je ademhaalt. En ieder moment wat je hebt is een kans om dingen te doen. Daarom zeggen wij in goed Nederlands, tijd is geld. Ja. Je kunt het moment laten voorbij gaan en je kunt productieve dingen doen. Het is jouw keuze wat jij met jouw tijd doet. Het is jouw keuze hoe jij met uitdagingen omgaat. De een ziet een uitdaging en denkt van, man, hier is een business opportunity, laten we er een bedrijf op bouwen. En de ander ziet dezelfde uitdaging en denkt van, man, we worden er allemaal heen. Hopeloos, zeg. En die laat de kant voorbij gaan. Zelfde kant, hetzelfde probleem, dezelfde uitdaging. Het is maar net hoe je naar de wereld kijkt. Dus ja, we kunnen geïntimideerd zijn door mensen en door omstandigheden. We kunnen geïntimideerd zijn door mensen en omstandigheden. En God zegt tegen Jozua, wees niet geïntimideerd. Wees niet verschrikt, wees niet ontsteld. Wie er ook op je pad komt, mensen, reuzen of wat er ook op je pad komt. Omstandigheden. Wij denken dikwijls. Oh, mijn tijd is op, zie ik. Ja,
Wij denken dat het de omstandigheden zijn die ons angstig maken. Wij denken dat het andere mensen zijn die ons intimideren. Maar weet je dat het niet zo is? Het zijn niet de omstandigheden die ons intimideren. Het is hoe wij denken over de omstandigheden. Het is niet corona wat ons intimideert. Het is hoe we denken over corona wat ons intimideert. Het is niet kanker wat ons intimideert. Het is hoe we denken over kanker wat ons intimideert. Het is hier. Niet de omstandigheden buiten ons. Het is in you. Dus in hem leven bewegen wij. En doorbreken is niet over God. Dat is over jou. Hoe jij denkt. Over de omstandigheden. En hoe je daarop reageert. Is het een Goliath die onverslaanbaar is? Of kunnen we hem verslaan met God? Is God met ons een Goliath of is God tegen ons een Goliath? Maar wat gaan we doen? David die stapt op het probleem af. Dus het zijn niet omstandigheden die angst in ons produceren. Het is hoe wij denken over de omstandigheden wat angst produceert. En nu is angst een negatieve emotie. Hetzelfde geldt voor mensen. Het zijn niet mensen waar we bang voor zijn. Weet je, de vraag is wie je bent. Ik kwam een mooi statement tegen van de week. Je bent niet wie jij denkt dat je bent. Je bent ook niet wat andere mensen denken dat je bent. Maar jij bent wat jij denkt dat andere mensen denken dat jij bent. Nog een keer. Je bent niet wie je denkt dat je bent. En je bent ook niet wie andere mensen denken dat jij bent. Maar jij bent degene die denkt wat andere mensen over jou denken. Dus met andere woorden, je leeft in een complete perceptie. Maar je hebt geen idee wat die ander over je denkt. Maar je denkt dat andere mensen over je denken. En daarom denk je in een bepaalde manier. En daarom handel je in een bepaalde manier. Wat absoluut ver van de waarheid kan zijn. Dus komen we terug. Waar zit het probleem? Daarom heet dit in de Bijbel het strijdveld. Het slagveld. Daarom zegt de Bijbel, vernieuw je denken. En je denken vernieuwen is leuk. Maar als je niet ervoor zorgt dat wat je hier vernieuwt, hier in je hart terechtkomt. En dat wat in je hart zit, als je niet in die richting begint te bewegen. En je handen op die manier laat werken. Staat nog steeds niet in de staat van kracht. Dus ja, vernieuwen van je denken. Zorgen door het proces van meditatie. Bidden en bedenken dat je hart veranderd wordt. Dat je gevoel en je gewoontes en je trauma's, je geschiedenis, van de gedachten in je hart hebt, dat die verwijderd worden en dat je hart zacht wordt gemaakt en gesynchroniseerd met God. Als je dan nog bedenkt dat wat wij denken en denken over andere mensen allemaal al geprogrammeerd is toen we 7 jaar oud waren, dan weet je hoe groot de uitdaging is. Als je wilt worden degene zoals God je bedoeld heeft. En wat een voorrecht hebben aan onze kinderen die hierboven achter ons zitten. En op alle locaties die goed onderwijs krijgen over hoe met het leven om te gaan. Dat ze geholpen worden om goed, gezond en sterk te denken en gezond te zijn in hun geloof. Dus dankbaarheid begint met dankbaarheid voor het moment. De wetenschap zegt onze hersenen leren. Als wij leren, studeren, veranderen onze hersenen hier aan de bovenkant. Tijdelijk. Als wij leren en we gebruiken onze handen en onze voeten en we bewegen, worden er meer nieuwe permanente verbindingen gemaakt in ons hoofd. Met andere woorden, hoofd, hart en handen bewegen in dezelfde richting, nog beter. Zo leren we skiën of dansen of schaatsen, wat ook mag zijn. Maar emoties zorgen voor de sterkste permanente verbindingen. Dat is waarom trauma's en blijde gebeurtenissen zo diep inhaken. Want het komt met gevoel en komt in ons centrum. En vanaf daar begint het ons te regeren en ons te besturen. Maar als we dus beginnen met bidden en met bedenken, weet je wat er dan gebeurt? Als we beginnen te bedenken, dan beginnen we blijdschap te creëren in ons hart. Blijdschap te midden van de omstandigheden.
Blijdschap omdat we weten dat God met ons is. Blijdschap omdat we kunnen zien waar God ons gaat heen brengen. Blijdschap op de zekerheid en de hoop van zijn woord. De blijdschap dat we nooit alleen zullen zijn. Nu komt er emotie bij onze gebeden en bij onze bedenkingen. En dat maakt de sterkste wijzigingen hier in onze bovenkamer. Dat is wat we beginnen te spreken. Dat is wat we beginnen te horen. Dat is wat we beginnen te associëren. Dat is wat neerzakt in ons hart. Zo wordt ons hart veranderd. En zo beginnen we uiteindelijk te wandelen in de overwinning die God voor ons heeft. Beste mensen, je bent of in een staat van kracht, of in een staat van zwakte. Je bent of een natuurlijk mens, of je bent een bovennatuurlijk mens. Of je leeft in zorgen en in angst, of je leeft in vrede en in rust. Of je hebt een stress die je lam legt, of een scherpheid die je sterk maakt. Je hebt of een besluiteloosheid dat je niet weet wat je moet doen. Of je hebt daadkracht waarmee je doorbreekt. Maar op het moment waar je ook in staat en je ervaart bij jezelf een negatieve emotie, dan weet je één ding. Ik ben niet in de staat van kracht. Als je zorgen, angst, boosheid, bitterheid, verveeldheid, allemaal uitdrukking van de staat van zwakte. En als ik het dan even geestelijk wil maken, zeg je, jongens, je bent of in het vlees of in de geest. Of in het vlees. Zorgen, angsten, schuld, schaamte, veroordeling. Niet weten wat je moet doen. Of je bent in de geest. Besluiten, dankbaarheid, vreugde, kracht. Dus op het moment dat je met uitdagingen te maken hebt en je ervaart negatieve emoties, wat is de enige sleutel die het slot en de sleutel omdraait en de deur opent? De enige sleutel die het slot en de deur omdraait en de deur opent. Het snelste manier om je negatieve emoties, de snelste manier om van je angst en van je zorgen en van al je uitdagingen af te komen. De snelste manier is je mond open zeggen. Dank u wel, Vader, dat u met mij bent in deze omstandigheden. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u voor me bent. Dank u wel dat u altijd bij me bent. Dank u wel dat u me niet begeeft. Dank u wel dat u me de wijsheid geeft. Dank u wel dat u me de inzicht geeft. En je begint met danken en dankbaarheid. Die emoties gaan weg. En je gaat van het vlees, ga je terug naar de geest. En je staat in de staat van kracht. Laat me twee Bijbelteksten voorlezen om af te sluiten. En alles wat u doet, met woorden en met daden, doe alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u aan het danken bent. Alles wat je doet, alles wat je zegt, ben je in een continu staat van dank u wel, Heer, u bent met me, u bent voor me, u gaat met me mee, u geeft me wijsheid, u geeft me inzicht. Wat je ook beweegt, wat je ook doet, in een continu staat van dankbaarheid. Dat is wat de Bijbel zegt. Filippenzen 4, vers 6 tot en met 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten, dankzegging, zal je harten en je gedachten bewaren in Christus Jezus. Dankbaarheid is de sleutel voor continue connectie met God, om in een continue fase van dankbaarheid te leven. Vandaag luistert natuurlijk liever naar de wetenschap dan naar het woord van God. De wetenschap heeft onderzocht dat als jij 3 keer om de dag 5 dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent, dat je zichtbaarder, tevreden, gelukkiger en krachtig bent. Dus laten we in de komende 5 weken, want we hebben 5 krachtige gewoontes die ons leven gaan veranderen. Laten we de komende 5 weken gewoon iedere dag even zitten. En in onze stille tijd, als je die hebt, en ons creëer je die vanaf vandaag, 1 stap zetten. En die 1e stap is, ik schrijf iedere keer 5 andere dingen op waarvoor ik dankbaar ben. En je zult merken dat je van heel globaal langzamerhand naar diepere dingen komt.
En je wordt een dankbaar mens. En dat dankbaar mens gaat je bedrijf veranderen. En dat dankbaar mens gaat je huwelijk veranderen. En dat dankbaar mens gaat je gezin veranderen. En dat dankbaar mens gaat je connect veranderen. Dat dankbaar mens gaat alles veranderen. Want dankbaarheid is de enige weg, poort, sleutel tot de tegenwoordigheid en tot de kracht van God. Laten we onze benen gaan staan op alle locaties. Laten we onze God danken, want Hij is goed. En zijn goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Vader, we danken U deze dag voor dat U altijd bij ons bent. Dat U altijd goed bent. Dat U altijd genadig bent. Dat U al onze zonden, al onze fouten, allemaal vergeven hebt. Alles hebt uitgeweest. Vader, we danken U. Of we nu in de bergen zijn of in de dalen zijn. Of we met vijanden zijn of met vrienden zijn. Vader, of we in de kerk zijn of op ons werk zijn. Vader, of we nou ziek zijn of gezond zijn. Rijk zijn of arm zijn. Voorspoed hebben of tegenslagen hebben. Vader, dankbaarheid, Vader. Dank U wel. We prijzen Uw grote naam. En we danken U voor Uw tegenwoordigheid in dit huis. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wat gaaf dat je deze hele video hebt uitgekeken. Wij vertrouwen dat je bent opgebouwd en geïnspireerd om te blijven doorbreken. Mocht je nu denken, dit hadden mijn vrienden moeten horen, vergeet dan nu niet om deze boodschap te delen met je vrienden. En abonneer je op ons kanaal, zodat je niets hoeft te missen van alles wat wij uitzenden. En we zijn iedere zondag online op YouTube en op Facebook. En natuurlijk kun je altijd een van onze locaties bezoeken in het land. Check voor onze website waar, hoe laat en wanneer.